Ingeborg de Rode werkt in samenwerking met de Universiteit Leiden aan een onderzoek naar Amsterdamse schoolmeubilair. Hiervoor gaat ze onder meer bij mensen langs, op zoek naar tot nu toe onbekende voorwerpen. Ingeborg de Rode van het Stedelijk en mijn stagiair Emma. De Amsterdamse school is vooral bekend als stroming in de architectuur, gebouwen als het Schip en de Dageraad. De meeste architecten ontwierpen ook interieurs, meubels en lampen. Deze staan nog steeds vaak bij mensen thuis. Maar ja, het is eigenlijk een soort opgeblazen theekastje. Ja. Met hele mooie details en ook hele zware deuren. Toen ik deze Amsterdamse school tafelbel tegenkwam op Marktplaats, ja, toen wist ik hoe snel ik die moest kopen. En ja. Toen bleek die ook nog gemerkt zijn door Hendrik Methorst. Nou, dat is echt bijzonder. Dus dat is echt heel bijzonder. Je haalt het er zo uit. En dan kan je hem zo opwinden. Als een soort wekker. En dan kan je hem nu inklemmen. Het is allemaal heel subtiel. Ik zag net al uit mijn ogen hoe dit fantastische lampje hier staan. Geïnspireerd op een vleesetende plant. Ik vind het dus echt heel erg mooi, maar 90% van de mensen vindt het spuug lelijk. Die zegt ook juist alsof het naar je toe wil lopen om je te grijpen om op te eten. Maar ja, dat is juist zo aardig. Dat is juist het leuke eraan, toch? Ja. Deze zijn ontworpen door Eduard Kuipers, dus zij komen uit zijn huis, uit de Vondelstraat. Nou, dit is echt speciaal inderdaad. En ook een soort uniek ontwerp, waar eigenlijk helemaal geen vergelijkingsmateriaal voor is, volgens mij. Nee. De foto's en informatie die Ingeborg tijdens haar bezoek heeft verzameld, worden opgeslagen in een database. Het onderzoek gaat leiden tot een publicatie en een tentoonstelling.